foto's aan het maken voor de cd in toko 94. Het moet natuurlijk een goede foto worden, net alsof het een snapshot is op een avondje uit. Iedereen heeft aanwijzingen van je moet zo staan, je moet die kant op kijken, die kant op kijken. Terwijl dat niet echt een natuurlijke houding is. Dus dan moet je proberen natuurlijk over te komen als je niet natuurlijk erbij staat. En dat is wel moeilijk. Ik schrijf een nieuw liedje. Ik denk dat tegenwoordig een hoes veel minder belangrijk is, omdat mensen veel muziek downloaden. Als je zo'n cd koopt, dan heb je wel echt een veel bewustere keuze. Echt iets leuks om in je handen te houden. Dus het gaat niet eens om de hoes, maar ook om het hele boekje. Nou, veel van mijn liedjes gaan over triest voelen. En het grappige is nu dat ik in de uitgaansgelegenheid ben, andere mensen kijk, vaak in mijn eentje zit. Het is een beetje beschouwend. Het beste voorbeeld voor mij is denk ik Amy Winehouse, die gewoon haar hond aan het uitlaten is op de cover van Frank. Ik zag laatst de hoes van Phil Collins, Face Value heet die cd. En er staat, dat was nog in de LP-tijd, dus dan had je dit zo, precies. Zo is een hoofd. Ja, en verder hou ik heel erg van de oude jazzhoesen. Het zijn vaak live foto's, veel expressie erin. Kunst in digitaal altijd zo?